Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik mijn curly hair routine zien. Zoals je ziet, ziet mijn haar er hier op dit moment echt niet uit. Maar ik ga het omtoveren in voilà, bouncy pretty curls. Dit zijn alle producten die ik gebruik. Ik vind het heel erg fijn omdat ze niet al te veel plakken. Ik hou niet van plakproducten. André Lon Perfecte Curl. Hier heb je mijn haarlak en de Redken. Dit gebruik ik na het douchen altijd. En mijn shampoo, conditioner en natuurlijk een protect heater. Oké, dit ga ik dus nu even uitkammen. Ik kam mijn haar wanneer het droog is. Want ik had toen een keer gelezen dat het heel slecht is voor je haar als je het nat kamt. En voorheen deed ik het altijd wanneer ik vanuit de douche kwam. Maar dat doe ik dus nu niet meer. Ik had trouwens laatst nieuwe borstels besteld. Maar die zijn nog niet binnengekomen. Dus ik gebruik... Oh, moet ik wel even mijn haar eruit halen. Maar ik gebruik dus zo'n zachte borstel van mijn haar. En dat ga ik dus nu dan uitkammen. Maar ik heb dus een andere besteld. Die zal ik later in mijn video wel een keertje laten zien in mijn vlog. Ja, die had eigenlijk de kapster altijd bij mij gebruikt. En dat werkt echt super. Omdat je haar gewoon meteen uitgekamd. Dus ja, let's go. Het wordt ook helemaal statisch. Kijk, als ik het kam. Ik voel het ook echt. Ik had trouwens een tijdje na mijn zwangerschap was mijn haar echt heel slecht geworden. Ik had altijd hele volle boskrullen zoals je hier ziet. Dit is hoe mijn haar goed was. En dit is hoe mijn haar echt op zijn slecht was. En het begint eindelijk weer goed te groeien. En dat komt echt door de shampoo en de conditioner die ik gebruik. Dit is de shampoo die ik gebruik. En dit is de conditioner. En die doe ik dan... in en die laat ik dan even erin. En dan spoel ik hem later weer uit. Dus het is eigenlijk een masker en mijn crème spoeling in één. Zo ziet mijn haar wel heel erg blond geworden. En ik zat er zelfs aan te denken om het nog blonder te doen. Maar ja, moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Oké, deze kant is soort wel. Dat is het nadeel met zo'n borstel, dat je niet echt goed voelt. Of hij dan goed uit is geborsteld. Oh, maar het is wel een hele klus. Hè? Want dan zie je me soms in mijn vlogs met echt froks haar. Omdat ik gewoon dan geen zin heb om haar te doen. Nou ja, that's life. Dit is echt zo lelijk. En heb ik het nog niet eens uitgekamd. Oké, nu heb ik dus mijn haar uitgekamd. Nou, het ziet er niet uit. Bear with me, want dit wordt nog wel mooi hoor. Gebruik hierdoor Viele Liars van Memphis. I know, maar ze zijn lekker zacht en goed voor mijn haar. En you know what I mean. Oké, nu gaan we het lekker droog maken. Het is voor grotendeels al best wel droog. Maar ik wil toch nog al het water eruit krijgen. En dat doe ik door de hydrofiele luier. Eigenlijk is het echt een heel raar woord. Want ik heb dan altijd het idee dat ik dan een luier in mijn handen heb. Maar dat is niet zo. Dan is het tijd voor Redken. Ik gebruik echt serieus maar een heel klein inimini beetje. Ook omdat ik kort haar heb. En je hebt er echt niet veel van nodig als het gaat plakken. En ja, zoals ik al net zei, ik haat plakspul. En dan verdeel ik het rustig over mijn haar. Zodat het overal een beetje zit. Zoals je hier ziet. Want ja, ik heb heel erg dun haar. En heel erg kwetsbaar haar eigenlijk. Dus ik probeer het zo goed mogelijk te verzorgen. En zoals je net al zag met de before en after foto, is wel echt belangrijk. Perfecte krul. Ja, die gebruik ik al sinds ik 16 ben. Ik stap ook echt niet over op een andere. Oh. Ja, ik vind die gewoon heel erg fijn omdat die niet te veel plakt. En ik doe het ook alleen voordat ik ga feunen. Dus als ik morgen weer mijn krul wil, doe ik alleen water in. Een beetje olie en that's it. Dus het is alleen maar om de krul erin te krijgen. Een goede heat protector is ook belangrijk, want ik ga altijd met mijn föhn aan de slag. Ja, en ik denk toch altijd wel dat het dan een soort van bescherming geeft. Ik hoop dat het een soort van bescherming geeft. Want ik ben echt heel erg zuinig met mijn haar. Vooral naar wat er gebeurd was met mijn haar. En dan is het tijd om alles goed droog te föhnen. Ik heb het hier even versneld, want het duurt echt serieus gewoon 20 minuten tot mijn hele haar droog is. En ik zing er altijd een liedje bij en doe altijd gek. Ik krijg het heel erg warm en een hele rode kop ervan, zoals je ook ziet. Maar hier zie je dat het uiteindelijk wel beetje bij beetje droger begint te worden. En dat het ook meer gaat krullen. En ik wil het altijd wel helemaal droog hebben. En als het helemaal droog is, dan pas ga ik het uit elkaar schudden. Oké, nu heb ik het dus helemaal droog. Als ik het goed heb.
Nou, een beetje vochtig nog hierop. Maar ja, dat laat ik even zo. Dus nu ga ik met mijn handen gewoon erin. Ik doe het nooit zo, want dan pluist het echt mega erg bij mij. Ik gebruik ook geen producten die te veel plakken. Want dan heb ik het idee dat ik niet lang met mijn haar kan doen. Ik wil het 1 keer in de week wassen. En dan heb ik het idee dat bij dag 4 alles in de klit zit en ik 1 en al dreadlock heb. En dat wil ik niet. Dus ik probeer het zoveel mogelijk zonder plakproducten. Ik heb net wel haarlak erin gedaan. Wat ik normaal, als ik gewoon thuis ben, eigenlijk niet doe. Alleen als ik ergens naartoe ga. Dus het is eigenlijk niet echt iets wat ik dagelijks gebruik. Maar ja, ik doe wel altijd mijn haar helemaal droog maken. Want ik kan niet tegen nat haar. Ik krijg daar juist heel erg pluizenkrullen van. Omdat ik de hele tijd eraan ga zitten. En ik ben nooit zo geduldig. Dus voor mij werkt dat niet. Ik moet het helemaal droog feunen. Ik doe wel de feun op zijn laagste stand. Dus ik doe het niet heel heet. Maar ik gebruik altijd wel een heat protector. En ik wil mijn haar weer helemaal gezond krijgen. Ondanks dat ik het geblondeerd heb. Maar ik wil mijn haar wel weer gewoon gezond hebben. En van waarvan ik kwam, waar tot ik nu ben gekomen, heeft dat echt wel geholpen. Oké, nu is het tijd om dus mijn haar los te shaken. Shake, shake, shake. Oké, en meestal laat ik het gewoon zo. Het is nu een beetje vol, maar het zakt zo meteen wel. En ja, yeah, that's basically it. Dat is mijn curly hair routine. Ik kan het ook zo doen, maar meestal doe ik dat niet. Ja, het staat gewoon een beetje raar. Het staat alsof ik niet hoor. Kijk, wat ik dus nu doe, moet je niet doen. Niet doen. Maar ik ben echt verslaafd aan mijn haar zitten. En het is hier nog nat achter. Dit was alweer het einde van mijn video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. Oh ja, by the way, disclaimer. Ik zit nog steeds onder de pukkels van de narcose. Ik kan er heel slecht tegen. Dus dat is wat je ziet. En je denkt, eeuw, terzij. Dat is dus uitslag van narcose nog steeds. Ik hoop dat ze nou weer gaat. Maar anyways, ik zie jullie bij mijn volgende video. En daar verheug ik me nu alweer op. Doei doei!